stukje, een beetje, doe dat even tussen mijn boekenriedeltje. En daarna ga ik met jou. Ja, goedenavond lieve luisteraars. We waren hier even de openingstune aan het introtsen. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Books on Air. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Vanavond als gast Deborah Elisabeth, die een beetje zenuwachtig is en nu al een soort van lachstuip heeft. Dus die laat ik de eerste 5 minuten gewoon even lachen. Dan ga ik het even hebben over mijn gelezen boeken zo. De boeken van Peter van Roermond vorige maand zijn gewonnen door Roswitha Meuselaar. Die was super blij, heeft een hele leuke foto ook op Facebook geplaatst. Heel erg veel leesplezier, lieve schat. Ja, en wat ik gelezen heb, valt op zich best mee deze maand. Ik had echt een hele slechte maand. Veel pijn, veel pillen, weinig lezen. Dus dan ga ik maar comics lezen. En dat, ja, dan heb je toch in ieder geval een beetje programma-invulling. Mijn vriendje zit nu te juichen omdat ik comics gelezen heb. Ik ben verder gegaan in mijn Runaways-serie. Daar heb ik de vorige keer ook wat over gehad. Blijft gewoon echt super gaaf. Ik heb nu gelezen deel 6, 7 en 8. En vriend lief kwam gisteren thuis met deel 9 en deel 10. Dus ik ben echt helemaal blij. Wat ik al eerder heb verteld, gaat over kinderen die erachter komen dat hun ouders superschurken zijn. En zijn het daar niet mee eens, vluchten, blablabla. Komt af en toe wat uit de andere Marvel-werelden terecht op een hele leuke manier. Is dat er dan ineens Spider-Man voorbij kwam. En er zit een hele leuke sarcastische humor in. Ik blijf hier gewoon fan van. En ja, weet je niet of je moet beginnen met lezen van comics. Begin met Runaways. Je hebt echt lol. Ik las... Oeh, even mijn boeken weghalen hoor. Ik las een Free Comic Book Day comic Spill Night van Scott Westerfeld. Vond ik eigenlijk niet zo heel erg leuk. Ik vond de illustraties redelijk simpel. Er zit een soort van slis in mijn microfoon, sorry. Dus ik vond de illustraties niet zo leuk, vond het verhaal niet zo leuk. Dus ik had ook echt zoiets van, nou, ik denk niet dat ik die serie ga kopen. Ik las Zelda. En er gaan heel veel mensen nu waarschijnlijk helemaal fangirlen. Ik vond er echt helemaal niks aan. Het zwart-wit, ik moest van achter naar voor lezen. Ik kwam niet helemaal uit de verhaallijn. Er waren heel veel tekeningetjes zonder tekst waarvan ik nou niet echt... precies wist wat het doel was. Sorry lieve mensen die ik nu beledig, maar dit was het ook niet voor mij. Ik kreeg voor mijn verjaardag, en ik ga nu heel blij gelijk kijken, het derde deel van Night of the Living Dead. En daar had ik vorige maand deel 1 en deel 2 van gelezen. En met mijn verjaardag kreeg ik dus van mijn schoonouders deel 3. Helemaal happy, dus ik weet niet hoe het afloopt. Ik hou van zombies, weerwolven, vampieren, alles wat bloedig is. En terwijl ik eigenlijk zo'n onwijs lief meisje ben. Ik vond hem echt geweldig. Het verhaal is echt onwijs goed afgerond. Hij is van Dark Dragon Books, gewoon Nederlands dus. Dus het leest ook wel weer wat makkelijker. En ik kocht in de uitverkoop, in de summer sale van Dark Dragon Books, de volledige serie van Snoes. 2 delen, hardcover. Niet slecht, niet wat ik verwachtte. Het gaat over een jongen die heeft heel lang in coma gelegen. En die heeft daar eigenlijk een soort van hele eigen wereld gecreëerd. Die komt na een aantal jaar eindelijk weer bij. En die wereld heeft hij blijkbaar een beetje meegenomen naar het heden. Dat klinkt allemaal heel erg tof. Maar de uiteindelijke uitvoering vond ik iets minder goed, denk ik. Maar niet slecht. Dus wel het lezen waard. Maar dat ik dan denk, ik weet niet of ik hem ga houden. Dus hou Marktplaats in de gaten. Misschien komt hij nog een keertje voorbij. Beloof niks, maar het kan wel. En ik las nog een paar boeken. Uiteraard. Tot in de dood van Deborah, maar daar gaan we het zo over hebben. Dat was verplichte leesvoer. Ik las, sorry Deborah, wel fijne verplichte leesvoer. Er zit echt een kraak in mijn microfoon. Ik hoop dat jullie hem thuis niet horen. Ik las De Vrouwen van Meerdin van Katinka van Sprundel. Wat een geweldig boek. Uitgegeven bij Skelta Publishing. Ik kreeg hem thuis als recensieboek. Het is haar debuut. En het is een young adult fantasy boek. Heel bijzonder, hele fijne manier van schrijven. Ze heeft leuk een wereld neergezet. De personages kan je goed in inleven. Ik heb niet het idee dat dat al iets is wat ik ooit een keer gelezen heb. Dus het is niet het herkauwen van bestaande feiten in een nieuw jasje. Dus, en kijk jongens, voor de mensen die dadelijk de YouTube video's kijken. Die cover is gewoon echt zo gaaf. Nee, ik was hier heel erg blij mee. Ik hoop ook echt dat ze snel met een nieuw boek komt. Want ik wil daar wel meer van lezen.
Ik las Het Droomleven van een Fangirl. En dit is echt een guilty pleasure. Dit is eigenlijk gewoon... Ik ben 38. Ik schaam me er totaal niet voor. Het heeft een heel erg hoog oh my god gehalte. Het is een fanflick. Dus het gaat over een bandje. Five Seconds of Summer. Excuus. Generatie Kloof. Ik ken dus echt heel die band niet. Ik heb gegoogeld. Ik heb geyoutubed. Ik ken ze inmiddels wel. Als ik 16 was geweest, had ik ze waarschijnlijk ook echt onwijs leuk gevonden. Maar het is dus... Zij schrijft dat zij een schrijfster is. Die dan een droom heeft. En die jongens heel erg leuk vindt. En ze schrijft online via Twitter, via een boekblog, verhalen over haar boyband. En dan van die fictieverhalen. En uiteindelijk komt dat dan uit. Maar ik vind hem gewoon... Ik heb echt hardop zitten lachen tijdens het lezen. En mijn vriend lag naast me te slapen. Die sliep gelukkig door. Maar ik heb hem echt de 2 dagen uitgelezen. Ik vond hem echt hilarisch. En ik wil echt het volgende boek van haar ook echt lezen. Dit is echt zo'n hapslik weg boekje. Die gewoon heerlijk is tussendoor. Gewoon uber chicklit. En ik las De Koninklijke Albatros. De Regenboogschelp van Dean Sherrill. Ik had een hele leuke winactie in Boekenverslinders. En Dean vroeg of ik hem zelf ook wilde lezen. Ik weet het niet. Ik heb tegen hem gezegd, ik heb er wel van genoten, maar ik kan hem echt niet meer dan 2 sterren geven. Het heeft heel veel potentie, maar het is er nog niet. Het is een kinderboek waarbij ik tijdens het lezen twijfel voor welke leeftijdscategorie. Want aan de ene kant wordt er soms heel simpel geschreven, aan de andere kant zijn de zinnen soms weer net iets te lang. Dus daar is niet echt een duidelijke keuze in gemaakt. Er zitten nog wat spelfouten in, wat ik bij een kinderboek echt heel erg storend vind, want dat is iets wat goed moet zijn, want kinderen moeten lezen en leren en dan kunnen er geen foutjes meer in zitten, vind ik. Ik vind wel echt dat het verhaal heel erg leuk is en ik vind dat hij echt wel een goed begin heeft gemaakt, maar het is er gewoon nog niet. Er zitten ook illustraties in die ik dan, de voorkant is heel leuk en kleurrijk en de illustraties aan de binnenkant zijn het allemaal net niet en ik zie echt wel dat ze met heel veel liefde gemaakt zijn. Maar er moet gewoon nog net even iets meer gebeuren om dit gewoon een volwaardig kinderboekje te maken. Dus hou je vooral niet tegen, ga door met schrijven. Maar zorg dat er gewoon even net iets meer mee gebeurt. Dan weet ik zeker dat je gewoon veel verder komt. Maar ja, weet je, er zijn nog genoeg mensen die wouden dat ze zo konden schrijven. Dus dat was mijn gelezen bunch van de afgelopen maand. Dan gaan we nu even een stukje muziek luisteren. En dan hoop ik dat Deborah niet meer zenuwachtig is en dat er een zinnig gesprek uitkomt. Elvis met Blue Suede Shoes. Lekker dat lange antwoorden zijn altijd wel fijn. Ze gaat nu al gewoon zachter praten dan net. Het is heel raar. Naar kijken. Ik word er heel vies van. Van Elvis. Kijk niet achter je. Oké, voor deze uitzending mag ik niet naar mijn gast kijken. Dat is wel raar. Ja, dat is wel raar.